Sharon Walraven-Dam, ze had al een gouden medaille omhangen, dat wist hij, van de Paralympics vorige week. Het dubbelspel behaalde ze goud. En vandaag is daar een lintje bij gekomen, opgespeld door Jet Bussemaker, maar uitgereikt wel door de koningin. Gisteravond kwam ze ook al aan in Brunssum. Ook daar werd ze een beetje alvast gehuldigd, maar dat gebeurde dan door haar familie. Hey jongens, hier is hij, hè? Op deze manier werd Walraven gisteravond ontvangen bij haar huis in Brunssum. Dag vaders! Meisje, wat heb je gedaan? Nog een beetje vermoeid van die lange reis liet ze alles over zich heen komen. Was het werk, hè? Goed, eindelijk gelukt. Het is het eerste goud voor Walraven. Op de Spelen in 2004 in Athene zat alles tegen. Eén dag voor de openingsceremonie moest ze huiswaarts keren om een hartoperatie te ondergaan. Eén keer goud, altijd goud. Ja. Mensen zijn daar heel makkelijk naar de hand overheen gestapt. Ik niet, want dat zat nog steeds in mijn achterhoofd. En ik moet zeggen, nu ik deze in mijn handen heb, is het over. Daar gaat de gouden medaille. Heel verrassend naar Corrie Holman en Sharon Walraven. Sharon Walraven uit Brunssum. Eindelijk goud. Dat is iets waar Walraven heel lang naar uit heeft gekeken. Ja, dat kan ik bijna niet beschrijven. Dat is iets waar ik altijd van gedroomd heb. En op het moment dat het dan zover is, ja, dat is ongelooflijk. Vandaag stond een bezoekje aan koningin Beatrix op het programma. Maar onze koningin heeft al van zich laten horen. Ik heb ook al een felicitatie van haar gehad. Ik heb Jan-Peter Balkenende aan de telefoon gehad. Zo zie je maar wat een gouden plak op de Paralympische Spelen niet allemaal met zich meebrengt. Ja. En dat smaakt naar meer. Ik wil gewoon over 4 jaar nog een keer erbij zijn. Maar voorlopig denkt Gouden Walraven aan alles, behalve tennis. Mijn tennistas ligt even heel ver weg. En die ga ik de komende paar weken even niet meer aanraken. Ik zie dat mijn coach al op de achtergrond al een beetje raar begint te doen. Maar dat is toch echt zo het geval. Ik heb de afgelopen jaren heel weinig vakantie gehad. Het afgelopen jaar eigenlijk helemaal niet. En nu is het tijd voor echt een paar weken gewoon geen tennis. Goed, gaan wij verder met Sharon Walraven. Dat is de Paralympier die een gouden medaille haalde in Beijing. In het dubbel van het tennis. Ze was er op zoek bij de koningin. Nu werd ze gehuldigd in Brunssum. Met veel tamtam werd de gouden medaillewinnares binnengehaald in Brunssum. Zoals dat hoort. Dag Sharon, begint het al te wennen, die festiviteiten? Ja, ik dacht het wel, maar nu denk ik weer van niet. Wat vind je hiervan? Ja, geweldig. Ja, ik heb eigenlijk alleen maar geweldige momenten meegemaakt sinds die belangrijke wedstrijd. Maar ja, ongelooflijk. De gouden medaille. Heel verrassend naar Corrie Holman en Sharon Walraven. Jeugdleden van tennisclub ATV in Brunssum staan dan klaar voor de erehaag voor deze medaille. En natuurlijk staat dan ook de burgemeester klaar voor een passende ontvangst. Veel publiek, veel mensen aanwezig gisteren in Brunssum. Natuurlijk ook de coach met wie ze de afgelopen jaren zo ontzettend hard gewerkt heeft naar dit ene grote moment. Joop, ook een mooie dag voor de trainer. Oh, dat is onvergetelijk. Superdag. Geweldig. Ja, dat is al dagen moet ik eerlijk zeggen. Niet alleen vandaag, maar ook gisteren en eergisteren zijn superdagen. Gaat het al wennen? Nee, dit went niet. Nee, dit went echt niet. Je kan gewoon even doorgaan zo. Ja, ja, dat doen we ook. Geniet ervan. Dank je. Sharon Walraven uit Brunssum. Hoe trots is die burgemeester? Geweldig, dat kun je je voorstellen. Hè? Ja, dit is een. En weet u, ik heb de gouden plak al een keer vast mogen houden. Fantastisch, hè? Ook vastgelegd op camera? Nee, ik ben net als een kind. Als je dat zo in je hand hebt, dat is Sharon Walraven. Die vond het goed dat ik hem eventjes vastpakte. En ik vind het geweldig. Voor de geweldige ambassadrice van de gemeente? Dat mag je zeggen. Ja, ja, dat is ze overigens al. De raadzaal in Brunssum zal zelden zo druk bezet zijn geweest. Maar dit is wel een heel speciale gelegenheid. Haar ouders natuurlijk aanwezig. En ook vele sporters, zoals Rens Blom. En ook muzikanten, René Schumann en natuurlijk zijn Angel Eye zijn ook van de partij. De burgemeester heeft dan nog iets bijzonders in petto. Ze was al groot ambassadrice en dat wordt nu bekroond. Sharon Yvonne Maria Walraven, het ereburgerschap met erepenning van de gemeente Brunssum in goud toe te kennen.
Geweldig, dankjewel. Voor alles wat je gedaan hebt. Dankjewel. Proficiat. Je kan ook klappen, proficiat. Met je onderscheiding van haar majesteit. En dankjewel voor het aanvaarden van het Ere Burgerschap voor ons. En voor het voorbeeld zijn voor onze samenleving. Dank. Ik voel me zeer vereerd. Wij voelen ons zeer vereerd dat je het aanbrengt. Oké. Werken met walraven, daar komt nooit een sleur in. Nooit. Nee, ze heeft het verdiend. Ze heeft jaren dat moeten ontzien. Het hele sociale leven. Allerlei dingen is gewoon moeten ontzien. Dat is dan wel de keerzijde van die medaille. Ik bedoel, het is niet alleen maar mooi goud. Maar je moet er ook hele zware opofferingen voor doen. Maar ja, als je dan die gouden plak om je nek hebt. Dat was een van mijn eerste vragen na de overwinning. Voor mij was het waard geweest. Ja Joop, dit was echt. Dit was het waard geweest. Nou, dat was zo'n bekroning. Dat gaf me zo'n goed gevoel. Dat is iets dat van meid, je verdient het ook. En dan is het slotwoord natuurlijk voor de gouden medaillewinnares zelf, die nog graag een aantal mensen wil bedanken. Zoals mijn ouders, die me mijn hele leven hebben ondersteund. Die me vroeger als kind naar de zwembaan brachten, of naar het zwembad brachten. Die me overal hebben laten sporten. Die alles voor me hebben opzij gezet. En die natuurlijk ook net als ik een droom hadden. Olympisch goud. En ja, dat is er nu. En daar hoef je niets meer aan toe te voegen. Alhoewel, nog één ding dan. Hip hip, hoera! Hip hip, hoera! En succes erop! Geweldig momenten in Brunssum. Gaan we naar het baas.